schoenen zijn belangrijk. Ze zijn ook functioneel, maar het is ook een terrein in de garderobe van de man waarop de man zich kan uitleven. Toch heb je in mijn optiek maar 3 paar schoenen nodig. Een nette schoen, in dit geval een Gucci instapper. Voor de wat nettere momenten met een schoenspanner. Ik zal meteen iets over zeggen. De sneaker, in dit geval zijn dit Santonis, nette dress sneakers. Voor het casual moment, met name in de zomer. En de schoenen die ik nu draag, en dat zijn Hogan's. Kun je dragen onder een pak, kun je dragen onder een jeans, onder een chino. Nou, multifunctioneel en ook in de winter vanwege die dikke zool. Kom ik even terug op die schoenspanners. Deze schoenen, dit zijn ook nog vrij dure schoenen die ik slecht behandeld heb een tijdje. En dat zie je omdat hij voor een klein dipje maakt. Zonde, want het is een mooie schoen. Ik heb hem te lang niet in die schoenspanner bewaard. Roy, je hebt een ander verhaal volgens mij. Ja, ik ben het volledig met Arno eens. En, de schoen maakt een man en functioneel. Hoe meer, hoe beter. Dat is eigenlijk bij mij het geval. Ik heb er 3 meegenomen. 2 favorieten staan hier. Dit is de Air Max 90 All White. Nostalgische schoen voor mij persoonlijk. Dit droeg ik toen ik 12 was met mijn spaargeld. En nu ja, zijn ze weer uitgekomen. Heb ik ze weer gekocht. Deze, dit is een Filling Pieces samen met Ronnie Fike. Dat is een schoenenontwerper en ontwerpt en kiest kleuren voor de grootste sneakermerken. En de allround favorite, Chuck's Black. Hetzelfde design van de 70s is weer teruggebracht. Ja, om dan even terug te komen op jouw... Ja, mijn sneaker. Jouw sneaker is voor mij niet een sneaker. Is geen sneaker. Is een meer een gedreste sneaker. Ja. Een sneaker voor mij is meer een runner. Dus echt een wat het doel heeft om... Dat het geproduceerd is af voor om op te rennen of een performance schoen. Dat is een sneaker. Dan is dit ook voor mij niet een sneaker. Wie bepaalt welke sneaker op dit moment populair is? Wie kan een sneaker maken en breken? Schoenenontwerpers zelf. Mensen die de kleuren kiezen voor merken. Omtrent kleuren. Online influencers. Wat je ziet op de blogs. Ja, zoals de beroemde blogger. Nou... Geen commentaar.